De afgelopen maand juni zijn we verschillende keren naar de voerstreek gegaan, zowel om te gidsen als om wilde dieren te gaan filmen. Het meest opvallend, zoals altijd in juni, waren mijn favorieten, de dassen. De volwassen dieren, maar zeker en vooral ook de jonge dieren, die gingen al heel vroeg op de avond hun burcht verlaten. En daar is een belangrijke reden voor. De jonge dassen zijn in februari geboren en zijn nu dus een aantal maanden oud, maar nog altijd heel jong. Ze zijn heel speels en er is maar één ding dat ze willen en dat is de wereld rondom de burcht gaan verkennen. Ze zijn nog jong, maar niet meer zo jong dat de moeder heel beschermend is en de jongen telkens naar de burcht toetrekt, want dan zijn ze veel moeilijker te zien. Maar tegelijkertijd zijn ze nog niet zo oud dat ze hun natuurlijke schuwheid al hebben. De volgende weken en maanden gaan de jonge dassen schuwer en schuwer worden en binnen een aantal maanden wordt het al veel moeilijker om dassen te gaan bekijken. In juni wordt er in de voerstreek en overal heel veel gemaaid en dat is ideaal voor de jonge dassen. Het maaisel dat blijft de hele dag liggen en dat warmt heel goed op aan de brandende zon, want het is heel warm geweest. En tegen de avond zit het maaisel vol met insecten en daar profiteren de jonge dassen van. Het was heel tof om te zien hoe de jonge dassen heel hevig in het hooi gingen zoeken naar die kleine beestjes en ook gewoon hoe ze daarin gingen spelen. Als de dassen in de voerstreek mijn favorieten zijn onder de zoogdieren, dan zijn de grauwe klauwieren dat ongetwijfeld onder de vogels. Het aantal broedkoppels grauwe klauwieren neemt in de voerstreek elk jaar stevig toe en in de omgeving waar ik meestal ga filmen zijn een drietal koppels. In juni zijn die vogels heel actief, want dan zijn er heel veel grote insecten te vinden en daarom kon ik ze regelmatig mooi op beeld vastleggen. Op een gegeven moment was ik mijn filmmateriaal naar een dassenburcht gaan brengen en toen ik terug naar de auto ging om een camouflagetent te gaan halen, hoorde ik geritsel uit een struik naast het wandelpad. En toen ik even bleef wachten, zag ik na enkele minuten tijd een snuitje van een everzwijntje onder de struiken vandaan komen. Dat everzwijntje wandelde gewoon naar mij toe, was graadmager en zat volledig onder de vliegen. Was dus duidelijk verlaten door de moeder of de moeder die gestorven was om een of andere reden. En daarom hebben we het meegenomen en zit het nu in het Natuurhulpcentrum voor verder verzorging. In dezelfde velden waar de jonge dassen in het hooi zaten te spelen, waren ook de reeën heel actief. Ik zag vooral reegeiten. Als een reegeit alleen in het veld zit te fourageren, wil dat natuurlijk niet zeggen dat er geen jong in de buurt is. Hoogstwaarschijnlijk zit er wel een jong of meerdere jongen in de buurt, maar een reegeit die gaat maar één of twee keer per nacht naar een jong toe om dat melk te geven. Dat is dan extra veel melk, een extra vette melk. Maar de moeder gaat dus zo weinig mogelijk naar een jong toe, want hoe meer de moeder bij haar jong zit, hoe groter de kans dat roofdieren het jong gaan ontdekken. En daarom is het belangrijk dat de jong de eerste weken van zijn leven heel rustig blijft liggen zonder al te veel andere reeën in de buurt. Ik heb ook eindelijk de locatie van een vossenburcht gevonden. Aan de dassenburcht had ik al verschillende keren jonge vosjes gezien, dus ik ging er eigenlijk vanuit dat die vosjes hun intrek hadden genomen in een niet gebruikt deel van de dassenburcht, maar dat bleek niet zo te zijn. De burcht van de vossen bleek iets verderop te liggen en toen ik dat doorkreeg, ben ik verschillende keren naar daar teruggegaan om die jonge vosjes te filmen. De vosjes die zijn iets jonger dan de jonge dassen en zijn heel speels en ik kon verschillende keren in beeld brengen hoe die jonge vosjes met elkaar aan het spelen waren. Ja.